Ja, daar worden zaken gesloten, hoor ik al. Hier worden zaken gedaan, ja. Proberen we in ieder geval. Wat wordt er gekocht vandaag? De fotolijsten. Fotolijsten, mooi Lamorrel. Audrey Hepburn. Die is ook heel mooi. Wie hebben we nog meer? Robert Redford. Vindt u ook mooi, hè, mevrouw? Nee, is een mooie vrouw. Robert Redford, mooie man. Ja. Maar deze. Maar ik laat het toch hier nog met naar huis. Kom ik ze voorhalen, hoor. Kijk eens. Staat u al lang hier? Op deze plek sta ik ongeveer 7 jaar. En totaal? Totaal 30 jaar. 30 jaar op de jaar? Ja, 30 jaar. 1, 2, 3. Ga ik ze gelijk apart leggen? Wij verkopen eigenlijk alles wat er uit ontruimingen komt. En je koopt een box op. En daar komen ook alle spullen vandaan. En dan trek je zo'n kelderbox open? Ja, ja, die trekken wij helemaal leeg. En dat gaat het meeste wat verkoopbaar is, komt hier naar de markt. Ja, dan zie ik in die programma's op tv altijd dat ze de meest bizarre dingen vinden. Hebben jullie dat geluk ook altijd? Nee, eigenlijk is het meestal allemaal wel gewoon inboedelgoederen, ABC-handel zoals wij dat noemen. Ja. Het is niet echt hele extreme dingen of zo die we tegenkomen. Ja. Maar waar moet ik aan denken dan? Ja, gewoon meubels, inboedels, gewoon huisraad, keukenspullen, witgoed, bankstellen. Ja. Eigenlijk dat soort, gewoon eigenlijk wat iedereen in huis heeft. Maar nooit een heel bijzonder schilderij? Nee. Nee, nog niet in ieder geval. Ik kom wel eens wat goud tegen of zoiets, of een beetje geld, maar niet geen hele extreme dingen. Nee, nee. En dat zijn die kelderboxen. Ja. Maar ontruimingen doet u ook? Ja, ontruimingen doen we ook. Wij maken woningen leeg, zeg maar. Als iemand is overleden, moeten we de woning zeg maar, in originele staat terugbrengen. Maar ook zeg maar, als er bijvoorbeeld geen nabestaande is, dan gaat dat via een notaris. En dan maken we ook de woningen leeg. Ja, daar komen we nog wel wat extreme dingen tegen. Bijvoorbeeld vaak verwaarlozingen, dat komt dan via de notaris. En dan, Bijvoorbeeld iemand die gewoon al weken dood hebt thuis gelegen. En dat moet dan helemaal ontsmet worden, schoongemaakt worden en leeggemaakt worden. Ja, je staat er nou heel nuchter te vertellen, maar het lijkt me toch wel heel vies als je daar naar binnen moet. Ja, maar daar ga je word je immuun voor. Zelfs een lijkdrager denk ik, die heeft dan denk ik ook geen emoties meer mee. Nee. Dus dan, dat wordt werk. Mevrouw, ik zou gelijk even van Ben, lekker gelijk even voor. En waar komen ze te hangen, mevrouw? In de woonkamer, mooi boven de bank of nee, in je bed? Ik weet nog niet. Ik ga wel, ik ga wel kijken. Ik ga over nadenken. Ja. Welke zijn dit nou geworden, wijsjes? Deze. Robert Redford. Ja, mooi hè? Ja. En wie vindt u mooi? Deze man ken ik niet hoor. Deze is. Maar u koopt hem voor Barbara Streisand. Ja, en Sophia Lora. Ja. En Sophia Lora toch? Ja, hè? Deze. En Marilyn Monroe. Ja. Dus je moet ook dadelijk misschien. En wat heeft u met deze mensen? Nee, ik vind het gewoon mooi. Ja, oké, geen fan ervan geweest? Beetje of zo? Meid. Nee, dat niet, maar ik vind ze gewoon mooi. Dat zijn heel mooie. Ja, dat zijn waarde mensen geweest, toch? Ja, leuk, zeker. Goed. Ja. We hebben hier de alleroudste koopman van de markt. Ja. Ik heb hier 40 jaar gestaan, ik ben nu gepensioneerd. Ja. Ja. En hoe was dat om hier te staan? Heel leuk. En als kleine jongen heb ik met mijn vader op het Noordplein gestaan. En ik heb ook op de markt in Den Haag gestaan. Herman Kosterstraat. Herman Kosterstraat. Ja. 35 jaar lang de antiekmarkt in Den Haag. En ik heb hier nog bekende, ik heb nog, weet je, commissaris Pauw, of heet die? Blauw. Blauw. Dat was een collectioneur van antieke bijbels. En als ik een antieke bijbel heb, die kocht ik veel in Engeland, die moest ik hem bellen en dan kon altijd een bijbeltje bij me kopen. Met een zilver en goud soortje? Dat hoeft hij maar. Oud-commissaris Blauw. Ja. Dat weet ik nog. Ja. Ik heb veel Russische bonnetjes verkocht. Ik heb heel veel bond verkocht. Omdat mijn vader kwam heel uit Oekraïne. En de mensen die tegen bond zijn, ik heb hier natuurlijk veel mensen gehad uit Oost-Europa. Als je in Polen woont, Rusland, Oekraïne, waar het 40 graden onder nul is, dan kun je niet met een nylonjas verwarmen. Niet met een nylonjas hier. Dus dan heb je echt wel een bondjes nodig. Ga je toch ook een wollen trui eronder? Ja, nou goed, dat is een andere materie. Maar goed, ik heb altijd heel veel bond verkocht. Ja. En, kan je nu niet meer voorstellen? Dat nee, goed. Nee, dan krijg je spuit. Ik heb als kleine jongen nog op het Waterlooplein gestaan. Ik heb nog de tijd meegemaakt dat de hippies allemaal een bondjes aantrokken. Ja, tuurlijk. Op het Waterlooplein Amsterdam heb ik het nog meegemaakt. Is het hier heel erg van, de markt? Ja. Ja, helemaal vergeten. Ja. Als ik zie dat het publiek wat er nu komt, en vergeleken met, kreeg ik vroeger diplomaten, om dan maar een beetje een betere publiek. Dat, wat ook meer koopkracht heeft. Ik kan geen bondjes van 500 euro verkopen,
aan iemand met een uitje eentje. Het publiek wat er vroeger kocht, dat liep ook vroeger. En dat loopt steeds minder. De laatste, dat is ook even de reden dat ik gestopt ben. Nog gekke dingen meegemaakt in die afgelopen 40 jaar? Ja, ik kan een boek schrijven. Nou, vertel eens. Ja, dan moet je dat begrijpen. Het scheelt wel heel veel typewerk. Als je ja, nu maar vertelt. Even dan leuk dat iemand mij aan jas aan het passen heeft. Waar kan ik passen? Ik zei, dan moet je even naar boven lopen naar de eerste etage. Dan staan ze naar boven te kijken. Bij de roltrap. Bij de roltrap. Dus zulke dingen, ja. De humor die je toevoegt had. Er zijn collega's bij die spreken amper Nederlands. Nou, laat staan dat je er een grapje mee kunt maken. Dus voeren, heel veel humor op de markt, standwerken. Ja, als kleine jongen, daar holden de tranen van het lachen over je wangen. Met de sigaret en zo, die jongens allemaal. Dat is over. De humor, er is geen humor meer op de markt. Wat je natuurlijk ook voor had, je let op elkaars kraam. Als er gestolen wordt bij je collega, dan ging je met z'n dat is natuurlijk het grote voordeel van een winkel. Als ik een winkel heb en er staan twee personeelsleden binnen en er komen er twee binnen om te pikken. Wat moet je? Je kan die winkel niet weg. Maar hier sta je met 40, 50 collega's op de markt. Ja. Dus als er wat gestolen wordt en er is rottigheid aan de knikken, dan help je elkaar. Ja, precies. Zat gebeurt. Dat gebeurt natuurlijk. Ze leggen er niks bij. Ze leggen er niks bij. Meestal. Ik wou per jaar konden delen samen wat er gepikt werd. Ja, veel. Ja, dat is bizar. Maar hij drukt het eens in euro's uit. Ja, dat kan ik niet zeggen. Want kijk, is... als ze een paar tomaten bij je pikken, dit is ja, dat merk je niet. Maar... Ik had een collega die stond met zilver. Alleen maar zilver, ja. Dan werden er een paar stukken zilver gestolen. Dan praat je over een paar honderd euro natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is alleen mensen die helemaal niks hebben, die zijn blij met dit dingetje. Dat is heel veel. Nou, Radio Rijnmond, of TV Rijnmond is het, hè? Het is weer tijd, hè? Ik ga het inpakken. En wat is de volgende markt waar je gaat staan? Nou, hier weer zaterdag. Geen andere markt? Nee. De rest moet nog werken door de week. Het is 12:50. Helemaal niet meer, hè? Ja, weet ik.